FAR School of Business heeft afgelopen zaterdag meer dan 100 geslaagden afgeleverd. De Business School is onderdeel van het FAR Instituut voor Social Studies. Het HBO-instituut richt zich op de zorg en vorming van competente professionals die bijdragen aan ontwikkeling en modernisering van de Surinaamse economie. Fungerend rector Hans Limapo gaf aan dat het ook om de laatste groep studenten gaat die zich hadden ingeschreven bij de hogeschool in Holland en nu hun bachelor's diploma hebben ontvangen. Die HBO-opleiding is enkele jaren terug overgenomen door FHR School of Business. De geslaagden zijn nu business professionals, weet rector Limapo. En niet zomaar een business professional, maar een business professional die naar internationale maatstaven over de daarvoor vereiste kennis, vaardigheden en levenshouding beschikt. Jullie hebben succes. Jullie hebben succesvol elk de basis gelegd voor een schitterende carrière. Van harte gefeliciteerd daarmee. Maar bij deze gelukwensen moet ik wel een waarschuwend geluid laten horen. Je mag niet de illusie hebben dat succes in je verdere carrière nu vanzelf komt. Wie denkt dat deze mijlpaal een eindpunt van leren is, vergist zich deerlijk. De liefde en passie voor leren die je hier op de school hebt eigen gemaakt, zullen in de toekomst aanhoudend bij jou op de proef worden gesteld. Limapo drukte de geslaagden op het hart om het blijven leren als de centrale activiteit aan te houden gedurende hun professionele loopbaan. Bij het begin van mijn eigen loopbaan, ruim 50 jaar geleden, heb ik ervaren dat de voorwaarden van succes na mijn studie niet beperkt waren tot het verwerven van grotere bekwaamheid in het doen van ambachtelijk werk. Maar dat leren deel moest worden niet alleen van wat ik deed, maar ook van wie ik was. Die instelling zou mij in staat stellen op het oplossen van problemen als kernactiviteit van professionaliteit effectief ter hand te nemen. Met het diploma waar jullie hard voor gewerkt hebben, gaan jullie nu de samenleving verder in. Jullie krijgen veel felicitaties en goede wensen mee. Wat ik jullie vanavond als goede wens of bezinning zou willen meegeven, is de wens dat de ervaring dat er zoveel mensen zijn die van harte jullie hebben ondersteund en begeleid de afgelopen jaren. Zowel in familiekring als in de brede kring van de directie en docenten, van studiebegeleiders, administratie en medestudenten van FHR, dat deze ervaring jullie een waarachtig bewustzijn mag geven van deel te zijn van een gemeenschap. U zag achterin volgens Hans Limapo en pater Esteban Cross, respectievelijk fungerend rector en bestuurslid van de FAR School of Business. Ze spraken afgelopen zaterdag in verband met de diploma-uitreiking van de school. De HBO-opleiding leverde meer dan 100 bachelors of business af aan de Surinaamse maatschappij.